Een heel fijne zondagavond. Ik ben Tanja, mijn naam is Tanja van transformeermettanja.be. En het is zondagavond, dat betekent dat ik een aflevering breng van mijn Heb je leven lief show. En dat is het moment waarop ik graag even bij jou kom om je wat tips te geven, wat adviezen, wat inzichten bij te brengen over dingen die je kunt doen om de kwaliteit van je leven te verbeteren. En om zo nog meer van het leven te genieten en nog meer te gaan stralen en je maximaal lekker in je vel te voelen. En vandaag wil ik het hebben over de verzorgingsproducten en de cosmetica die wij vaak gebruiken. En ja, de naam van mijn video is Giftige Schoonheid. En het is letterlijk waarover ik wil vertellen. En ik zie dat er een aantal mensen kijken. Laat even weten van waar je kijkt, van op welk leuk, gezellig terras je misschien hier intuned. Dat vind ik altijd leuk. En als je het boeiend vindt of interessant vindt wat ik hier vertel, geef me dan even een teken. Een hartje of een duimpje doet altijd plezier. Ik heb vandaag een beetje een rare dag gehad. Er zijn wat rare dingen gebeurd, dus ik kan wel wat steun gebruiken. Oké, dus giftige schoonheid. En het is eigenlijk vanochtend begonnen. Vanochtend had ik een welkomstdrink aangeboden. Ik was op een welkomstdrink aangeboden door de gemeente, door Merelbeke, waar we sinds oktober zijn komen wonen. En daar heb ik kennis gemaakt met een aantal collega nieuwe buurtbewoners. En eentje daarvan was een schoonheidsspecialiste, waar ik dan meteen ook een babbel mee had. En zij zei, oh dankjewel voor de leuke hartjes en duimpjes, super tof, dankjewel voor je steun. En dat was een hele toffe vrouw, een heel toffe madame. En ik zei, wauw, wat heb jij een mooie huid. Ik ben geobsedeerd door huiden. Ik vind een huid kan mij onwaarschijnlijk boeien. En ik doe er ook alles aan om mijn huid zo jong, zo mooi, zo glad, zo egaal mogelijk te houden en zo goed mogelijk te beschermen. En dat valt mij altijd op als ik mensen zie met zo'n mooie, gladde, stralende huid. Ik zei, wauw, wat een mooie huid heb jij. Oh, dank je, zegt ze. Dat is echt wel een mooi compliment. Want ik word dit jaar 50, net als ik. En ze zegt, ik ben schoonheidsspecialiste, maar ik maak mijn eigen cosmetica. Dat is een dame afkomstig uit Iran. En zij heeft daar hele speciale studies gevolgd over natuurlijke oliën. En daar maakt zij cosmetica mee op maat. Dus dat was natuurlijk meteen mijn dada. En zij zegt, je kunt niet geloven hoeveel troep, hoeveel toxines wij binnenkrijgen via de huidverzorging. En welke impact dat heeft, niet alleen op onze huid, maar op onze gezondheid in het algemeen. En ik zei, ja, dat is exact zo. We hebben gehighfived op de receptie, want ik was zo blij om nog iemand te ontmoeten die het daar helemaal mee eens is. Want ik zelf vind mij ook en geef mij ook graag uit als advocaat van de Natural Safe Beauty. Ik hou van beauty, ik hou van cosmetica, ik hou van make-up. Maar ik ben zo op mijn hoede voor wat ik op mijn huid smeer. En mijn klanten leer ik dat ook te doen. Ik vind het zo jammer dat zo weinig mensen geïnformeerd zijn en dat ze niet op de hoogte zijn van welke gezondheidsrisico's ze lopen door de cosmetica, de huidverzorging die ze elke dag op hun huid smeren. En het gaat vaak over producten die bijna iedereen gebruikt en verschillende keren per dag gebruikt. Bijvoorbeeld geparfumeerde zeep of deodorant of een onschuldig lijkende hydraterende crème bijvoorbeeld. En zelfs mensen in mijn naaste omgeving, zelfs mijn familie. Ik doe niemand overtuigen, dat doe ik niet. Maar ik geef graag informatie. En de informatie die ik geef, dat moet dan de basis zijn waarop mensen zelf bewuste keuzes kunnen maken. En ik merk elke keer opnieuw hoe weinig mensen er openstaan om die informatie over cosmetica, om die op te nemen en daar dan ook een keuzes te laten door bepalen. Zelfs mijn eigen familie. En oké, het is ieder zijn verantwoordelijkheid, maar als ik dan dingen lees, zoals, en dat is het boek waar ik dingen uit gehaald heb, wat ik vandaag met jou wil delen, dat is dit boek,
Allee, nu gaat hij zo. Wat is dat nu voor iets? Hier. Ja, ik ben het kwijt. In elk geval, het boek heet Giftige Schoonheid. Dus mijn titel is niet origineel gekozen. Giftige Schoonheid heet het. Boek van Dr. Samuel Epstein. En dat is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van kanker. En hij heeft de ondertitel van zijn boek is De Risico's van Cosmetica en Verzorgingsproducten. En zoals je weet deel ik altijd graag informatie die onderbouwd is. En als je dit van een internationaal erkende autoriteit op vlak van kanker hoort, de risico's van cosmetica, verzorgingsproducten, dan moet je toch wel even luisteren, vind ik zelf. En nogmaals, ik wil alleen maar mensen bewust maken. En ik zal de mensen niet kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid en toch blijven heel veel mensen roken, omdat ze vinden dat ze ergens moeten van sterven, hoor ik dan wel eens zeggen. Dan denk ik, oké, dat is een keuze. Zo kun je er ook voor kiezen om ziek te worden en kanker te krijgen door de cosmetica die je gebruikt. Het is een keuze. Dat is niet mijn keuze. En ik zal er ook alles aan doen om de mensen te informeren rondom mij om andere keuzes te maken. Ik ben uiteindelijk ook, ik heb zelf een heel gevoelige huid. Ik heb zelf een huid die ontzettend snel reageert. En dat is een van de redenen waarom ik ook de opleiding bio-esthetienne ben gaan volgen. Om ook wat cosmetologie mee te krijgen. Om ook te leren wat de ingrediënten zijn, wat de effecten zijn. Waar je moet op letten en dergelijke meer. En dat zijn dingen die ik heel graag doorgeef ook. En laten we eerlijk zijn, mensen zijn steeds meer met hun uiterlijk bezig. Mensen willen er ook hoe langer, hoe jonger uitzien. En dat is een goed recht. En gaan dus ook veel meer cosmetische producten gebruiken. De cosmetica, de anti-aging producten, zijn de snelst groeiende branche in de cosmetische industrie. Dus het is een heel interessante industrie waar veel geld mee te verdienen valt. Want kijk maar eens naar de reclame. Elk merk heeft wel een crème waarmee ze beloven dat je er jonger zal uitzien en dat je huid er beter zal uitzien enzovoort. Maar weten we eigenlijk wel, als we die producten gebruiken, wat we dan op ons smeren en wat we dan in ons lichaam binnenkrijgen? En het gaat over dingen die op het eerste zicht heel onschuldig zijn. Het gaat over lippenstift, het gaat over deodorant, het gaat over een heel populair bijvoorbeeld reinigingslotion, die je zelfs in de apotheker kunt kopen. Er is zo weinig informatie bekend over die negatieve aspecten en dus consumenten kennen de risico's gewoon niet. En daarom vind ik het, ik zie het een stukje als mijn verantwoordelijkheid als health en wellness coach, om de informatie waarover en de inzichten waarover ik beschik, om die onder andere via deze weg te delen. Dus als je mensen kent die cosmetica gebruiken, die huidverzorging gebruiken, make-up gebruiken en die wellicht niet altijd stilstaan bij de kwaliteit ervan, de ingrediënten ervan en wat die eventueel als effect op hun gezondheid kunnen hebben, tag die mensen dan even en deel deze video met die mensen. Help hen daarmee om hen te laten inzien. Een van de dingen die ik doe bij mijn klanten op vlak van voeding, maar ook op vlak van cosmetica, is ik leer de mensen etiketten lezen. Lees je etiketten. Wij krijgen dit hier niet mee op school. In andere landen wel, de Scandinavische landen, in Duitsland, in Zwitserland, in Oostenrijk. Lezen de mensen gewoon etiketten. We zouden dat beter ook doen. En je hoeft maar een aantal basisdingen te kennen om te weten of dat een goed of geen goed product is. En pas op, er zijn producenten. Ik werk zelf samen met een producent waar ik superveel vertrouwen in heb. De meeste van die producten vind ik top en zijn zuiver en natuurlijk en zullen geen gevaren inhouden. En toch zijn er een aantal producten waarvan ik denk, oh nee, daar zit iets in waar ik niet achter sta. Dus ik ga niet zomaar, het is mij niet te doen om producten te verkopen. Met het hand op het hart wil ik mensen helpen met het maken van de beste keuze voor hen. Snap je? Ik hoop dat je dat dat je dat gelooft, dat oprecht zo is. Bijvoorbeeld, ik gebruik deodorant die ik zelf maak. Want ik heb geen enkele deodorant, vind ik,
die voldoet aan mijn eisen. En je kunt deodorant gemakkelijk, heel gemakkelijk zelf maken. Als je mijn recept wil, dan moet je het maar even laten weten hier in de commentaar. En dan zal ik daar volgende keer, zal ik het eens live maken. Het houdt hem echt niks in. Het is deo die je ook kunt eten. Want dat is mijn referentie. Als je het niet kunt eten, dan moet je het ook niet op je huid smeren. Dat is altijd een goede stelregel. Oké, goed. Weet je wat ik leer van die man, die dokter, die dat boek heeft geschreven? Dus ik heb het hier over het boek Giftige Schoonheid. Je moet het er maar eens op naslaan. Giftige Schoonheid is de titel. De ondertitel is De Risico's van Cosmetica en Verzorgingsproducten. En het is geschreven door Samuel S. Epstein. En dat is een wereldbefaamde man, autoriteit op vlak van kanker. Dus niet de eerste, de beste. En wat ik leer van hem is dat als vrouw loop je 12,5% kans om borstkanker te krijgen. Dat is niet min. En waarschijnlijk ken je wel iemand in je familie of in je vriendenkring of je kennissenkring die daardoor getroffen is en die wellicht er niet aan gestorven is, maar die daar toch wel door getekend is of verminkt is. En er wordt heel wat gedaan om die mensen na hun behandeling en na hun operatie, om hun zelfbeeld terug te herstellen. Want ik kan me dat voorstellen en ik hoor dat ook, dat dat heel zwaar kan zijn. Alleen al maar de psychische belasting van borstkanker en de chemotherapie, die kunnen echt een verwoestende uitwerking hebben. Dus er wordt meer en meer aandacht besteed aan het terug goed in hun vel voelen, met hun uiterlijk leren omgaan ook, het zelfbeeld verbeteren. Onder andere door cosmetica. En ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat in België is. En ik wil daar zeker nog research over doen. En als er iemand is die kijkt en die kan mij daarin helpen, die weet daar iets over, die kan me daar iets over vertellen, over hoe dat in België zit, alsjeblieft laat het mij even weten, want dat boeit mij, dat interesseert mij. Want ik beschik over informatie uit Amerika, maar wij zijn hier niet Amerika. In elk geval in Amerika is het zo dat er een programma bestaat, het Look Good programma. En dat is werkelijk iets waar heel veel aandacht aan geschonken wordt. Dus na chemo, na behandeling van borstkanker. En daar worden ook een aantal producten, verzorgingsproducten, make-up, cosmetica in gepromoot. En meneer Epstein, die heeft in 2005 al, heeft hij een aantal van die producten onder de loep genomen. Omdat hij voelde ergens dat hij daar niet 100% vertrouwen in had. En toen heeft hij ontdekt, en ik vind het hallucinant, hij heeft ontdekt, en dat is ook de reden waarom hij dat boek heeft geschreven, dat 10 van de 12 daarin gepromote ingrediënten of producten, dat die ingrediënten bevatten die kankerverwekkend zijn. En het gaat over giftige stoffen die zowel in stoffen zitten als bijvoorbeeld een vochtinbrengende lotion van Estée Lauder, wat wij toch beschouwen als een merk dat we kunnen vertrouwen. Een lipstick van Chanel, gigantisch toxisch. En dus nog een aantal producten met duidelijk carcinogene eigenschappen. Dus stoffen waarvan is aangetoond in de wetenschap, oftewel bij ratten of muizen of mensen, dat ze kankerverwekkend zijn. Dat is toch hallucinant? Ik kan daar niet bij dat dat zomaar vrij mag verkocht worden. Maar goed, dat is met nog andere industrieën ook het geval. Dus kunnen we maar langs deze weg bijvoorbeeld die informatie meegeven aan mensen. Het zijn ook ingrediënten die de hormoonhuishouding bij dames verstoren. Niet alleen bij dames trouwens. Lieve mensen die kijken, van harte welkom. En laat even weten van waar je kijkt en wat je opsteekt hier uit deze show. Ik hoop dat je er iets aan hebt, dat het waardevol is voor jou. Laat het dan even weten. Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan naar behandeling van kankers en dergelijke, maar nog steeds weinig aandacht voor preventie en vooral het informeren van het publiek over de oorzaken van kanker die gemakkelijk kunnen vermeden worden. Ik bedoel, er zijn zoveel alternatieven. Je kunt een lipstick gebruiken van Chanel die zeer toxisch is, maar er zijn zoveel
andere lipsticks die perfect, veilig zijn en die jouw lippen even mooi kleuren. Hè? En ja, ik verkoop dergelijke dingen. Niet alle cosmetica, niet alle make-up en zo. Een aantal basics heb ik wel, maar ik weet ook waarom ik dat doe. En dat is niet om, het is mij niet te doen, dat heb ik daarnet al gezegd, om het product te verkopen. Het is een product dat ik zelf gebruik, omdat ik er zelf vertrouwen in heb, omdat ik weet wat erin zit en omdat ik weet ook wat er niet in zit. En dat is wat ik voortvertel. En zo probeer ik mensen te helpen. Weet je dat er ook heel gemakkelijk te verkrijgen spierzalven zijn, bijvoorbeeld. Sportcremes, die zeer giftig zijn. En zo is er een verhaal, staat ook in het boek, zo is er een verhaal van een 17-jarig cross-country loopster die gestorven is aan een overconsumptie, dus een over... hoe heet dat? Absorptie van de chemische stoffen die in haar spierzalf zaten. Het is tragisch. Dus besef hoe ingrijpend dat kan zijn. Hoe ingrijpend dat kan zijn voor je gezondheid. Nu, de realiteit is wat ze is. En deze man is gespecialiseerd in kanker. Dus vandaar dat ik het vooral over die aandoening heb. Maar 1 op 2 mannen... En meer dan 1 op 3 vrouwen krijgt in zijn of haar leven te maken met een of andere vorm van kanker. En hij zegt, niet ik, hij zegt dat bedrijven die cosmetica en verzorgingsproducten maken, daar voor een belangrijk deel verantwoordelijkheid in dragen. Ik vind, ik ben daar niet goed van. Dus wetende dat er een industrie is met verzorgingsproducten, cosmetische producten, die een belangrijke bijdrage hebben aan de ontwikkeling van kanker. Dus het gaat over producten die veel mensen meerdere malen per dag gebruiken. Hè? Douchegel, shampoo, deo, hydraterende dagcrème en dergelijke meer. Geparfumeerde zeepen enzovoort. Weet je, onze huid is zeer gevoelig voor toxines. Onze huid heeft een groot absorberingsvermogen. Of hoe noem je dat? Absorbatie, absorberingsvermogen. Enfin, neemt heel gemakkelijk toxines op. En dat is, onze huid is uiteindelijk maar een membraan van 2,5 millimeter. Dus dat gaat er heel snel door. En aan heel veel van die producten worden opnamebevorderaars toegevoegd, waardoor de zaak alleen nog maar verergert. Dus die stoffen die worden opgenomen in je bloed, die zijn traceerbaar in je bloed. Er worden ook onderzoeken naar gedaan, waarin duidelijk aangetoond wordt dat dat het bloed van bepaalde mensen vol zit met van die stoffen die afkomstig zijn van cosmetica. Er is, volgens conservatieve schattingen, dragen wij op elk moment ongeveer 100 van die chemische stoffen in ons lichaam. Ongeveer 100. En dat is nog, ja, dat is nog conservatief ingeschat. Dus dat zijn allemaal stoffen die opgeslagen worden dan in ons lichaamsvet. Waarom ben ik hier ook onderzoek naar gaan doen of gaan zoeken van hoe komt dat hier nu? Er zijn een aantal klanten die niet of heel moeilijk kunnen afslanken. En waar ik al heel lang achter ben, is dat de vetlaag in ons lichaam een heel belangrijke functie heeft. Namelijk het bergen van toxines. Als je dan die link gaat leggen, het verband gaat leggen, ja, heel veel van die toxines, ook van cosmetica, verzorgingsproducten, komt uiteindelijk in je vetlaag terecht. Dat is je containerpark, zeg ik altijd, van je lichaam. Als je dan inspanningen gaat doen om die vetlagen te verbranden, maar je doet niks aan die toxines, dan gaat 1. Je lichaam er alles aan doen om tegen te gaan dat die vetlaag verdwijnt. Dus afslanken gaat heel moeilijk gaan. En 2. Stel dat je er dan toch met heel veel moeite en inspanningen in slaagt, wat gebeurt er dan met die toxines? Dan gaan die bij je organen terechtkomen. In je organen, in je lever en dergelijke.
En daar wil ik het de volgende keer verder over hebben, want ik kan hier nog heel lang over vertellen, maar dat is niet de bedoeling van dit op zondagavond zo allemaal in één keer mee te geven. Maar in elk geval besef dat heel veel van die producten heel toxisch zijn voor ons, dat ze heel veel allergische reacties teweeg brengen. Steeds vaker komen mensen bij mij zeggen van ik ben allergisch aan parfum. Dat gaat dan vaak over synthetische parfum. Ik gebruik al jaren geen synthetische parfums meer. Totaal niet. Ik herinner mij, ik ging op bezoek bij een kinesiotherapeut. En ze had een babytje. En ze had dat babytje bij zich tijdens ons gesprek. En ze zei, goh, ik zei, hoe is het met babytje? Ja, zeg zo, goed, maar ik weet niet wat het is. Maar mijn babytje heeft sinds een aantal dagen gigantisch veel last van allergie. Op zijn huidje. Gezichtje, borst, armen. En ik herinner mij toen dat ik in mijn opleiding zat, bioesthetician, en dat ik toen net een module cosmetologie had gekregen en dat we daarover bepaalde parfums hadden gehad. En ik vroeg haar, ik zeg, ben je toevallig van parfum veranderd of van crème? Ja, zegt ze, ik heb een andere body lotion sinds een aantal dagen. Ik zeg, is het sindsdien dat jouw babytje last heeft? Oh, ja, inderdaad. Dus dat babytje ook had een allergische reactie op het parfum dat in de body lotion van de mama zat. Kun je dan eens nagaan hoe het zit met al die huidproducten die op babytjes gesmeerd worden? Ook daar zit gigantisch veel troep in. Ook daar zitten heel veel toxines in. Dan kun je nagaan dat dat in zo'n klein babylijfje komt. Enfin, je kunt maar beter geïnformeerd zijn, etiketten lezen en uitkijken wat je op je huid smeert. Hij zegt, dus als ik zeg hij, voor de mensen die later instappen, het gaat over Samuel S. Epstein. Dat is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van kanker. Die heeft het boek geschreven, Giftige Schoonheid. En hij zegt dat wat we op onze huid smeren, eenzelfde, zo niet een nog grotere uitwerking heeft op onze gezondheid, dan hetgeen we in onze mond stoppen. En daar wil ik mee afronden, maar ik ga het nog eens herhalen. Ik zeg dat niet, hij zegt dat en hij kan het weten. Wat we op onze huid smeren, heeft eenzelfde, zo niet nog grotere uitwerking op onze gezondheid dan wat we in onze mond stoppen. Is dat niet straf? Ik vind dat straffe koek. En ik vind dat mensen dat mogen moeten weten. En ik weet niet wie of wat ik kan overtuigen of moet overtuigen om dat mee te geven aan mensen. En wellicht is er ook in de cosmetica-industrie veel geld gemoeid, waardoor bepaalde informatie niet wordt doorgegeven. Maar alsjeblieft vertel het voort. Deel deze video. Tag mensen die cosmetica en make-up gebruiken en die daar wellicht of misschien niet bij stilstaan. Laten we elkaar daarin helpen. Laten we elkaar de informatie waarover we beschikken, die wetenschappelijk onderbouwd is, laten we die delen. Op die manier elkaar helpen en de wereld een beetje mooier maken. Ik hoop dat dit een stukje heeft bijgebracht in jouw bewustzijn over cosmetica. En ik ga er de volgende keer zeker over verder. En als je aanbevelingen wil over bepaalde producten, als je naar iets bepaalds op zoek bent, feel free om mij een berichtje te sturen of om hieronder in de commentaren even een reactie te laten. Ik ga jou met veel plezier, als ik dat kan, helpen. Ik wens jou een fantastisch mooie zondagavond, een heel fijne mooie week en ik zie jou heel graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering van de Heb Je Leven Lief Show. Stel het wel goed, zorg goed voor jezelf. Dag.